weken van voorbereiding zijn eraan vooraf gegaan om al die kraplappen, boezeroenen en schulken weer te verzamelen. En dat allemaal voor die ene dag, deze bijzondere dag in september, waarin de trots van de Spakenburgse klederdracht weer de boventoon voert en het visserijverleden helemaal herleeft. Het is zaterdag 7 september 2024 en de visserijdag is officieel van start gegaan. Het is prachtig weer en wij van Eemland 1 zijn hier natuurlijk bij. Tineke, de visserijdag is weer van start gegaan en dit is echt jouw ding, hè? Ja, dat is echt de mooiste dag van het jaar. Mooier dan de Spakenburgse dagen, dit is echt de dag. Want jij zit hier zo prachtig te pronken op deze botter. En ik zie achter mij al dat ze aan het visbakken zijn. Hoe begint nou zo'n dag? Hoe vroeg zitten jullie hier al? Niet zo heel vroeg, maar mijn zoon die gaat om 9 uur de vis halen. En die brengt dat eerst met de auto hier. En dan later komen wij, als we aangetrokken zijn, komen we dus naar de boot. Dus eerst naar de kapper, zonder klederdracht. En dan gaan we dus verder met klederdracht naar de boot. En dan vieren jullie deze dag samen met familie hier? Ja, dan met kinderen, man en kleinkinderen al. Dus dat wordt dan een beetje eigen familie waar het mee gevierd wordt. Ja, het gaat steeds van generatie op generatie dan, hè? Ja, dat gaat steeds door. Dus ik hoop ook dat het zo blijft. Kijk nou, wat zijn dit voor kleine lieve poppetjes. Je kan eigenlijk niet zien of het jongetjes of meisjes zijn, hè? Nee, maar dat schijn je wel te kunnen zien aan het mutsje dan alleen. Maar dit is dan weer eigenlijk volgens mij een soort doopmutsje, of niet? Ik moet heel eerlijk bekennen, toen ik vanochtend mijn zoontje zo aantrof, want hij is door oud-oma aangekleed. Kijk, ik wist natuurlijk dat hij in zo'n pakje zou komen, maar als je hem dan zo ziet, dan denk je wel een beetje meisjesachtig. Oh, nee, het is te schattig gewoon. Maar hoe komen ze nou aan deze kleren? Hoe ze eraan komen? Oh, hun. Van oma, van oud-oma. Ja, ja. Van mijn vrouw de kant. Die heeft eigenlijk de hele zolder vol liggen. Dus ze heeft mijn vrouw aangekleed, de zus, ene kleinkind, andere kleinkind en nog een vriendin. Dus we waren vanochtend vroeg op en ze hebben veel moeite erin gestoken weer. Jij bent ook aangestoken door het virus, zie ik wel. Ja, voor mannen is het niet zo moeilijk. Hè? Je doet je boezeroen aan en je zet een hoed op en je bent klaar. Maar, dus dan is het makkelijk meedoen. Ja. Nee, maar hoe is het nou om zo met die boezeroenen aan hier op die visserijdag te zijn? Het is elk jaar weer alsof je in een levend museum loopt. En dan mag je er ook nog een beetje onderdeel van zijn. Dus dat is wel heel erg leuk. En we zitten hier ook met een kraampje. Met de hele familie en... Nou ja, dan zie je heel veel mensen die dingen vragen of foto's maken. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, ik kan niet anders zeggen. Tafereeltje. En jij hebt eigenlijk een dracht aan. Dat gaat wel heel een eind terug in het verleden, hè? Ja. Deze dracht gaat terug naar 1800. Ongeveer 1890. Maar wat heeft jou nou het meeste geraakt? Ik zal verder vertellen. Wat mij het meest geraakt heeft, is de overgang van niks naar overdadig. Wij hadden niks. En nu hebben we overdaad. En het was heel moeilijk als je 13 jaar bent en je ziet dan dat de zee verdwijnt. En je ziet dan dat de polder verdwijnt. En je ziet dan wat de boeren nu overkomen gaat, dat hun land verdwijnt. En als kind in de puberteit vond ik dat toen al heel erg. Dus achter de Oude Schans werden huizen gebouwd. Later begreep ik dat mensen huizen nodig hadden. Maar die overgang was vreselijk, want alles lag vast. Zondag was hetzelfde als de volgende, maandag als de volgende, dinsdag als de volgende, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Er was een ritme. En het ritme van de wereld hier in Spakenburg was zo duidelijk. Als kind kon je gewoon de volgende zondag precies weten wat er dan gebeurde.
Dus dat gaf veiligheid. En doordat alles kapot gemaakt werd, werd je onveilig. En nu is de wereld zo overdadig dat ik best begrijpen kan dat jeugd onveilig zich voelt. En daarom proberen wij iets te stabiliseren weer. Door de oude verhaaltjes te vertellen. Wat heerlijk dat jullie er zijn en hier mooi zitten. Hè? Toen ik het meeste opviel vroeger was dat de paardenwagens... Ik sliep daar, weet je, 's morgens om 7 uur wakker... door het hoefgetrappel. Wat ook beschreven wordt in de boeken van Weleer. En het hoefgetrappel, wist je, je moet straks naar school. En dat klonk op de klinkers hartstikke mooi. En toen de eerste auto kwam, was het hele dorp uitgelopen. Want de Amerikanen kwamen kijken hier hoe raar wij er wel bij zaten. Kijk eens aan, kieken en bekeken worden, hè? En als ik het zo bekijk, dan zie ik zelfs 3 verschillende drachten. Ja, nou, ik ben in de moderne dracht en de 7 weekse rouw. En zij is in de ouderwets eigenlijk, met een mooie kanten muts. En zij is eigenlijk nog ouder, nog daarvoor. Ouder. 1800. Ja, uit 1800. Dus, een kantje voor mij. Ja. Ja. Hoe komen jullie aan al deze klederdracht? Nou, uit de familie eigenlijk. Ja, uit de familie. We moeten zeer enthousiast zijn om dit allemaal na te maken. Ja. Dus we hebben cursussen gevolgd om de klederdracht te maken. Kijk aan. Ze kleden ons allemaal 's ochtends aan. Want hoe vroeg ben je daar nou al mee bezig? Al weken voor de tijd? Hoe werkt dat? In januari al met verstelwerkzaamheden. En dan moet het voor de zomer klaar zijn. En dan eventjes alle nichten en neven tellen wie allemaal wat aan wil hebben. Ja, we zijn met een hele grote groep. En allemaal zussen en nichtjes en neefjes en kinderen en kleinkinderen. En de mannen bij elkaar. En de mannen. Die staan ook vis te roken en vis te verkopen. Dus het is echt, het is heel gezellig. Het is echt een evenement. Ja, wat is dat toch, hè? Want elk jaar zie ik steeds meer veel jonge meiden, al die mooie bekkies bij elkaar. Ja. Hè? En het lijkt maar niet op te houden. Het steeds meer. Nee, dat zeiden wij toevallig vanochtend ook tegen elkaar. Want wij doen dit echt al jaren. Maar wij zeiden ook, het wordt steeds uitbundiger en steeds leuker en gezelliger. Het is echt steeds meer jonge mensen ook die erin gaan. Ik vind het echt, echt heel erg gezellig en leuk ook. Ja, het is ook echt, het is echt de leukste dag eigenlijk van het jaar, vinden wij. Het is nog leuker dan de Spakenburgse dagen. En dat is het gevoel hebben en daardoor gaan jullie ook door. En wij zijn er blij mee, hè? Want wat zou zo'n dag zijn als jullie erin waren? Als het er niet meer is, nee. Dat moeten wij voortzetten. Lekker blijven doen. Ja, dankjewel. Frits, het thema van deze visserijdag is opperdam. Heb jij ooit van dit woord gehoord? Ja, dat is moed houden, denk ik eigenlijk. Hoe moet ik het zeggen? Als ik het op mezelf projecteer, doorzettingsvermogen, inbeelding, zorgen dat je er bent voor de mensen. Ik denk dat dat voor mij het zou zijn. Ik heb er wat over gelezen. Het was hoopgevend, hè? Dat mensen in actie komen en dat krachtig zijn. Nou, jij woont hier al heel lang in Spakenburg. Hoe zou jij de Spakenburgers typeren? Past dat woord bij hun? Ja, maar er zit wel een aanvulling bij. Dat is spetteren. Het zijn ook af en toe een beetje een eigenwijze mensen. Maar ik vind het een heerlijk volk. Ik woon er al 35 jaar. Ik zeg altijd, ik ben een vreemde, maar geen wildvreemde. En ik denk dat dat heel goed bij de Spakenburger past. Het zijn ondernemers allemaal. Je ziet overal de liefde rondom. En het geloof hoort erbij. Ik denk dat het een compleet plaatje is. Ik denk dat het past bij Spakenburg, zeker. En wie heeft jou vanmorgen zo mooi aangekleed? Ik heb mezelf aangekleed. Alleen de keelknoop, dat lukte me niet. Dus dat heb ik moeders laten doen. Dus, ik heb Marjan aangekleed. En zo helpen we elkaar een beetje eens per jaar. En dat vind ik het mooi, want het hoort. Ik ben geen visser en ik ben geen boer. Ik ben vroeger goudsmid geweest. Als je die ene dag er maar bent, hè? Als je die ene dag er maar bent. En het feit dat je natuurlijk vroeger die winkel gehad hebt, kennen heel veel mensen kennen je. En zijn er ook allemaal, hey, hallo. En dat, kijk, als je niet meer herkend wordt, dan wordt het toch wel vervelend, hè? Dus, maar dat gaat toch goed. Dit is
is nog wel een klus. Waar heb jij dat geleerd? Ja, vroeger moest je vroeg aan het werk. Dus je moest geld opleveren en niet kosten. Dus ze zei, je gaat maar de vis in. Nou ja, en dan kost je mee naar de markt. En dan moest je ook leren haring schoonmaken. Dus en eerst was het hompen en er bleef te weinig over. Maar aldoende leert men, hè. Wij kijken eventjes hoe jij zo'n harkje schoonmaakt. Nou, beginnen met de buik. Ga je... Pak je de graad bovenop, de vin. Dan pak je van de rug. En dan pak je het velletje. En dan pak je hier. Van boven naar beneden. Dan gaat de kop eraf. Dan haal je je duimen erdoor. Pak je het graadje eronder. En dan voorzichtig trekken. Want de kopgraad kan heel strak zitten. En dan trek je hele haring kapot. En dan... Een mooi roze buikje, hè? Ja, dit is een juweeltje is dat. Die is voor Maxima. Ja, ben ik wel, ja. Komt ook langer straks, hè? Nou, en dan pak je de buik zo. En dan haal je de rest eraf. Dan doe je iets door je handen heen. En dan pluk je hem een beetje bij dat hij er een beetje appetijtelijk uitziet. En dan kan hij zo in het mandje. Die is voor een broodje aan. Het staartje is gebroken. Het is weer een drukke dag, zoals altijd. Wat zijn de reacties van de mensen? Nou, voor de haring komen ze sowieso elk jaar terug. En ze vinden het geweldig, omdat zoveel jonge mensen nu ook weer een klederdracht te zien. Dus dat groeit elk jaar. Ik hoorde gisteren nog dat er 28 pakken verkocht zijn bij de Noorderkerk. En alles is verhuurd. Dus het is een ongelooflijk, hè? Heel bijzonder. Wat zijn we trots op Spakenburg? Kan je zeker wezen. Maar het belangrijkste is dat we het doorgeven. Ja? Want iedereen die nu loopt, dan moet het ook doorgeven aan de jeugd. En dat zie je nu ontwikkelen. En dan zeg ik ook tegen mijn nichtje van, oh, tante Anita, kan je mijn haar doen? Voor 3. Ik zei, dat kan niet, want ik moet zelf doen. Ik zei, toen hebben ze een filmpje opgenomen hoe die haren getoupeerd werden. En nu hebben die 3 vriendinnen hebben het bij elkaar een kuur gemaakt. Dus en zo moeten we het met me doen. En ook met aankleden, elkaar aankleden. Kan niet, bestaan niet. Dus oefenen. En ook al loop je er dan niet zo netjes bij, maakt ook dan niet uit. Maar door het oefenen en dan blijft het ook bestaan, hoef je niet keuzes. Anita, we zijn weer helemaal op de hoogte. Nou, gezellig. Wat zie jij er mooi uit? Wie heeft dat gedaan? Oma. Doet oma dat? En hoe zit dit jurkje? Lekker. Ja? Hoe vind je dat je zoveel jonge kindjes allemaal in die mooie Spakenburgse dracht ziet? Leuk. Nou, ik hoor het al, hè. We hoeven geen bang te zijn dat het niet doorgaat, want zij vindt het al leuk. De jeugd heeft de toekomst en als je dit dan zie meegroeien, later denk ik wel, rond 14 jaar, als ik nu mijn eigen dochter zie, zeg papa, ik doe het nou niet, ik vind het stom. Voor even mag het, hè? Voor 1 jaar, voor 1 jaar. Maar, volgend jaar was ik gewoon weer de kuf. Nou ja, maar dat is hè, dus ze groeien mee op, 14 puberteit en is eventjes en dan hopelijk groeit het allemaal mee door. Het is de 35e editie van de Visserijdag. Wanneer is het nou voor jou zo beginnen te groeien dat je dacht, dit is toch helemaal de bom? Ja, wil je het echt weten? Ja. Ik ben een vreemde. Dus, meen je niet? Ja, ik ben een vreemde. Hoe leuk. Dus wanneer is dit begonnen? Eindelijk al met de eerste dag dat ik dit dorp inkwam. Was ik verkocht aan dit dorp, terwijl ik hier niet vandaan kwam. Maar ik ben wel een plattelandsjongen. Dus dat wel. Maar als je dit 1 keer hebt meegeproefd, van dichtbij, met je vrouw en je kindertjes en je schoonmoeder toen, dan gaat dat toch al heel snel wortelen. Ja, want het is toch anders als je zelf gewoon die dracht aan hebt, als dat je er net zo bij loopt als ik. Ja, ja, dat klopt zeker. Ja. Als je het wel aan hebt, dan pas je een beetje in het plaatje. Hoe kom jij aan die mooie boezeroen? Want jij hebt een andere als deze, hè? Ja, er zit verschil tussen een visventersboezeroen en een vissersboezeroen. En daar zit het verschil in. Dus. Ja. En hoe kom jij aan deze kleding? Die boezeroen die heeft mijn moeder ooit een keertje geregeld. Dus ja, op die manier ben ik er eigenlijk aangekomen. En er nooit meer vanaf gekomen, hè? Nee, nee. Ik kom even naar jou toe, want jij ziet er ook zo prachtig uit. Loopt het een beetje lekker?
Tot nu toe wel, ja. Ik denk dat straks de kraplap in mijn nek een beetje gaat voelen. Dat kan een beetje hard voelen hier. Ja. Maar voor de rest gaat het wel, ja. Je bent wat breder. Als dit nou een beetje hard zit, heb je daar een tip voor om dat een beetje week te krijgen? Mijn oma doet altijd een nat doekje en dan doet ze hier tussen en dan wordt het weer wat weker, zou ik maar zeggen. Dat het met stijfsel gemaakt is, hè? Ja, klopt, ja. Ja. En vanavond gaat het ongetwijfeld weer uit. Waar laten jullie nou deze mooie kleren? Bij mijn oma. Mijn oma draagt nog echt draagt dagelijks. Dus die gaat het weer netjes opbergen. En die heeft jullie ook besmet met het virus? Ja, een beetje wel, ja. Ja. Net heb ik met al mijn tantes en nichtjes zitten aankleden bij mijn oma. Dus dat is een hele happening eigenlijk, maar wel superleuk. Ja, want de hele family is klaar. Hoe vroeg zijn jullie vanmorgen opgestaan? Valt wel mee hoor. Ik was 10 uur bij mijn oma, dus dat valt wel mee. Maar mijn tantes waren er wel al wat eerder. Ik denk dat ze 8:30 zijn begonnen, denk ik. En jij hebt ook van die mooie lissen of zo in, hè? Ja, dat is van mijn oma ook. Dus mag ik vandaag even mee showen. Maar zijn wij zonder oma's? Ja, echt hè? Ja. Ik denk als mijn oma ook wegvalt, dan valt dat dracht ook wel weg. Want die weten precies hoe je het moet aankleden en hoe je het netjes moet aankleden ook. Ja. Heel goed opletten, want het mag niet verdwijnen hoor. Nee, ik doe ook mijn best, maar ze geeft het ook niet zo snel uit handen, zou ik maar zeggen. Ze wil het graag zelf doen om het precies te krijgen, zou ik maar zeggen. Fijne dag nog, hè? Dankjewel. Kijk eens aan, dit is toch weer even wat anders dan de haring die we zo op een broodje eten, hè? Jazeker. In plaats van diezelfde haring kun je dus ook roken. Dus we hebben ze vandaag heerlijk in de rookkast gehad. En die gaan we zo uitdelen aan de mensen. En doe jij dat vaker of doe je dat alleen maar op een visserijdag? De haring roken doe ik alleen op visserijdag. Maar door het jaar heen roken we ook met z'n allen wel eens wat voor de botter of gezellig onder elkaar. Maar zoals nu voor vandaag was het, de organisatie heeft vis geregeld, zeg maar. Dus wij gaan die dan roken en die kunnen we dan uitdelen aan de mensen. Dus uiteindelijk wordt het goed. Hoe wordt het ontvangen allemaal? Het wordt allemaal hartstikke goed ontvangen. Zeker als we ze gratis uitdelen. Ja, dat zeker, hè. Maar dit is natuurlijk een bijzondere mooie traditie om voor te zetten. Doe jij ook zelf roken? Ja, wij eigenlijk allemaal proberen ook regelmatig wat te roken. En nu is dat een haring en de rest van het jaar is het vaak een zalm, een makreel of paling. Dus dat doen we graag, ja. Edwin, wat is toch die kracht van die Spakenburgers dat ze zo allemaal ervoor gaan? We zijn gewoon trots. Ja, één woord, trots op ons dorp. En dat is het. En Edwin, dit is Edwin's tweede. Dus vorig jaar heeft hij voor het eerst gerookt. En dit jaar is het de tweede keer. Om te kijken hoe mooi visje eruit komt. Ja, dus, dat kan niet anders met zo'n dag. Nou, we zijn blij met jullie hoor. Ja. Dank je. Ja, we kijken deze dag ook weer terug op een rijk visserijverleden. Maar daar hoort ook het brood bij. Juist, ja. Dit brood is bakt speciaal voor de visserij. Omdat het wat langer meegaat. En zeker in het pakket van 4. Dan kon ze eigenlijk wel een week met zo'n pakket van 4 doen. Ja, want hoe ging dat vroeger? Ze kochten het brood en? Ja, dat brood ging zo met 4 mee en dan gingen ze van buiten. Dan werken ze binnen, en, want ze waren een hele volle week op zee natuurlijk. Dus moesten een week mee. Ja. En dan bleef het laatste brood bleef een week goed en konden ze precies een week mee doen. Ja. Zo bijzonder. En dit wordt speciaal voor deze dag gebakken? Vrijdag speciaal. 1 keer per jaar wordt dit normaal gebakken door de bakkerie. En die, dus het is op een speciale manier gebakken. En dat doen we. Is eenmalig. Er zit het meer suiker in. Het jaar. Dus het is een beetje meer voeding zit erin. Dus dat is eigenlijk waarom het anders gebakken is dan normaal. Oh, we hebben allemaal klanten. We kunnen nog leren van vroeger, hè? Nou, ik was er niet bij gelukkig. Is de traditie elke visserijdag? Ja, min of meer wel, ja. Het varieert wel wat, maar we doen ons best. Ja. En het begint met een bakkie. En uiteindelijk met een wit wijntje. Zo hoort het toch? En zo hoort het. Ja. En zo hoort het. Het thema van vandaag, daar wil ik het even hebben, is Opperdam. Had je ooit van het woord gehoord? Jawel, je hebt Opperdam en Everdam. En Opperdam was iets dat je blik wendt naar de toekomst. Naar het voorgaan, het voortgaan. Dat is Opperdam. Klopt dat? Vanmorgen is dat uitgebreid verteld ook in de afslag. Oh, okay. Wat het woord betekent.
Ik las ook daadkrachtig, hè, het voortgaan. Typeert dat de Spakenburgers? Zeker, zeker. Ik denk dat dat niet alleen de Spakenburgers. Het zit in het karakter natuurlijk van het vechten voor de boterham. En daaraan gekoppeld is natuurlijk altijd het zelfstandige leven dat de vrouw weer heeft moeten doen als de man op zee was. Dus er is altijd een daadkrachtig element in degene ingebracht. Maar ik ben van boerenafkomst, hoor. Ja, hoe ging dat met die boeren? Waren die net zo daadkrachtig? Nee, dat was een heel ander volk. Je had natuurlijk in die, laten we zeggen, 1900 die tijd, had je dus de boeren waren buntschoters vooral. Waar ik wel een Spakenburg, maar de boeren waren buntschoters en de vissers waren Spakenburg. En dat ging ook lang niet altijd goed. Want ik, van overlevering weet ik dat er soms werd geknokt tussen die mannen. Als bijvoorbeeld een visserman of een visserjongen een boerendochter kreeg, dan kon hij rennen voor zijn leven, want ze sloegen hem in elkaar. En andersom net zo. Dus het was toen de tijd was dat zo, ja. Zo, even een vraagje aan voorbijgangers. Ik hoorde net van jullie dat jullie uit Alphen aan de Rijn komen. Maar wat brengt jullie hier op deze dag in Spakenburg? Ja, nou, we hebben een motorboot en die ligt in Huizen. En we wilden gewoon vandaag met dat mooie weer lekker gaan varen van het weekend. En we dachten van, nou, laten we naar Spakenburg gaan. En we komen hier en we komen in die gezellige drukte. Heel onverwachts, heel leuk. Hoe is het om het oude Spakenburg zo ineens te zien herleven? Ja, nee, dat is hartstikke leuk. En ik vind het altijd leuk om te zien hoe we, zeg maar, de authentieke vissersdorpen toch kans gezien hebben om er wat anders van te maken en de folklore te behouden. Dus we komen hier zo eens per jaar of eens in de twee jaar. En vind het altijd leuk om even een bezoek te brengen aan Spakenburg. Nou, dan is het toch even een cadeautje voor jullie dat jullie vandaag op de Visserijdag zijn. Hè? Veel plezier nog. Ja, dankjewel. En jullie ook veel plezier. Kijken samen, vrouwen, als u nu in het wonen- en zorgcentrum aan de slag gaat, dan is het hier op deze Spakenburgse dag wel. Ja, dat is dan even leuk. Dat vind ik, dat spraak ik me al mijn kracht. En dat ga ik hier doen altijd. En hoe is dit zo tot stand gekomen? Nou, het is een kennis van mij. En dan hebben ze me gevraagd of ik kwam er in klederdag en heb ik wat te doen. Dan heb ik toch wat uit te delen. En dat vinden ze leuk. Nou, en u heeft volgende week wel wat te vertellen in de haven, hè? Ja, dat ligt eraan, hè? De mensen vertellen niet zoveel. Ja, maar u heeft nu veel te vertellen. Wat heeft u een prachtige krablap om? Hoe komt u daaraan? Deze heb ik gekregen van iemand ook. Van mijn schoenen heb ik van een jouw vrouw gekregen. Oh, daar moeten we even naar kijken. Hoe zijn deze tot stand gekomen? Heb ik de tweede prijs meegewonnen. Want die heb niemand. Heb ik zelf ontworpen en dan heb ik dat zo laten maken. En dan, zodoende heb ik dat gekregen. Nou, het nieuwe innovatieve Spakenburgse, hè? Die krablap, wat hierop zit, heb ik gekregen, een krablap van een mevrouw die in de haven was. Die was blind en daar mocht ik er eentje uitzoeken, een oude. Zo. En daar heb ik alles ontworpen. Ja, en met deze prachtige vrouwen in die schitterende klederdracht gaan wij de Visserijdag verlaten. We kunnen stellen dat Spakenburg bruist. En dat mensen altijd weer de kracht hebben om het verleden te laten herleven. En dat geeft ons hoop voor de toekomst.